Ja, Theo de Kaat. Twitter-account van Achilles al bekeken of de crisis bezworen is? Nou, nee. Ik denk echt tijd voor gehad. En de crisis, wanneer je in een fase zit dat even wat moeizaam wordt. En moeizaam betekent dan dat je een aantal wedstrijden achter elkaar verliest. Ja, dan, dat wil nog niet zeggen dat er een crisis is. En er zijn mensen die dan zenuwachtig worden. Omdat we voor de winterstop alles wint. En toen hebben we ook wel fases gehad in wedstrijden. Dat we het geluk aan onze zijde hadden. Die win je dan wel. Of je verliest hem niet. En nu is dat even iets anders. Er zijn al heel veel mensen die dan, wanneer het even iets anders loopt dan verwacht, dat mensen nerveus worden en vreemde dingen gaan roepen. Maar wij laten ons geen crisis aanpraten. Want er is geen crisis. Ga je even naar deze wedstrijd. Kom je al snel op achterstand? Ja. Ja. Slecht verdedigd. Te apathisch, te afwachtend vond ik sowieso de eerste fase, de eerste 10 minuten van de wedstrijd van onze kant. Dan krijg je dat soort zaken, dat de tegenpartij die kan dan profiteren. En dat deden ze 1-0 en dan... Het wordt al vrij snel 1-1. Ja, nou ja, dan komt er wat meer druk op mijn ploeg en ik heb ze wat verder naar voren gedirigeerd. Dat we dus wat sneller en wat fanatieke druk moesten zetten. En eigenlijk na die 1-1 zijn we geen moment meer in de problemen geweest. Ik vond dat we dat in die tweede fase van de eerste helft wel aardig uitgespeeld hebben. Ja. Verbaasde je dat je er zo simpel doorheen kon komen bij ongeveer? Nee, verbaasd. Ik bedoel, ik heb een paar hele goede voetballers voorin. En wanneer die goed in vorm zijn. En hun ding doen waar ze goed in zijn en zich niet laten provoceren door andere randzaken, dan heb ik een goede aanval. Dus dat is niet alleen de kwetsbaarheid van Hoogeveen, maar dat is ook natuurlijk de kwaliteit van mijn ploeg. Kom je op 1-3 en dan krijg je een rode kaart, 2 keer geel. Ja. Was dat provoceren of was dat gewoon dom? Dat was in ieder geval niet slim. Of het provoceren was, dat betwijfel ik. Die eerste was dom. Die tweede mag hij in die fase natuurlijk niet inzetten, vlak voor rust. Hij moet hem gewoon voor hem houden. Dat weet Jury ook wel. Maar ik vond dat hij in eerste helft prima speelde. Dus dat was even voor ons even nadenken van hoe gaan we dit oplossen. Ik weet niet of hij geschorst is voor de volgende wedstrijd, ik hoop van niet. Maar het was wel even dat je denkt van oké, het is 3-1. En je komt met 10 man te voetballen. Het geluk is wel dat het daarna gelijk rust is. Dus ik heb in de rust even rustig de spelers op de posities neergezet. En geluk is denk ik dat Marco Hartman bij Hoogeveen uitvalt op dat moment. Ja, hij kreeg een schop. Ik weet niet wat er precies gebeurde in het duel met Mado Steen. Maar hij was niet helemaal fit meer. Je komt niet meer in gevaar de tweede helft, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. De opdrachten die we de spelers gaven, die hebben ze prima uitgevoerd. En je weet dat hoe langer het 3-1 blijft, dat ze toch uit de posities gaan lopen verdedigend. En we hebben met Stan en met Raymond natuurlijk... twee goede spelers met Itz erachter en de controle van Wouter van der Molen en Remy Klaasens. Dus we hebben nog een paar hele goede counters gepakt. En maken 4-1, dan wordt er nog 4-2 vanuit een vrije bal. Dat mag niet gebeuren. De standaard situaties en doelpunten vanuit standaard situaties is altijd concentratie en organisatie. En dan wordt 4-2. Nou ja, dan krijgt Hoogeveen nog wat zwoeng. En hopen ze misschien dat ze nog een gelijk spel eruit kunnen halen, maar... Ja, we krijgen nog 2-3 goede counters en we maken er 1 goed af en dan wordt 5-2. En dan maar aftellen? Nee. Volgende week gaan we naar Emmen toe. Dus dat wordt ook weer een zware opgave. Want de buitenwacht denkt altijd dat wanneer een ploeg altijd makkelijk wint. En dat hebben we voor de winterstop ook gedaan. Makkelijk winnen, dat is dan niet helemaal waar, maar... Dan komt er al een beetje een beeldvorming van andere mensen die denken van Achilles hoeft er geen energie in te steken. Die worden freewheelend, gaan ze wedstrijd winnen, maar zo is het natuurlijk niet. We moeten elke
elke week twee keer ons stinkende best doen om mentaal en fysiek fit te zijn. Om zondag een goede prestatie neer te zetten. Nou, dat hebben we vandaag gedaan. Goed geconcentreerd gespeeld. Even naar jou persoonlijk. Je gaat bij Achilles weg. Ga je helemaal richten op FC Twente volgend jaar? Ja, ik ga me helemaal richten op FC Twente volgend jaar. Ik heb nu in drie jaar heb ik bij Emmen de jeugdopleiding gedaan in combinatie met Achilles. Dat was een tropenjaar. Ik heb toen een jaar heb ik alleen Achilles gehad. Dit jaar kwam Twente erbij. Nou, daar zit ik ook vijf volle dagen in de week. Dus ik heb een bewuste keuze nu gemaakt om mij volledig de komende jaren op FC Twente te richten. Mooi is dat eigenlijk, hè? Van ja, dat Twente zit gewoon in je hart, hè? Want elke keer kom je er weer terug. Ja, dat is geen toeval. Ik was, de Kaart-familie, dat is Twente-bloed. Dus, en dat hij daar dan als speler heb mogen voetballen samen met mijn broer Freddy. Dat is fantastisch. Ik was een supporter en dat ik nu dus daar ook onderdeel mag zijn van de voetbalacademie, dat is ook mooi. En ik geniet elke dag. Dus, toen je daar als voetballer kwam, toen zaten ze ook een beetje in de slop. Hè? Kwamen ze net weer een beetje naar boven vanuit de eerste divisie een jaartje. Kun je een beetje vergelijken? Nu, ja, de financiële situatie kun je niet vergelijken met toen natuurlijk. Maar het opbouwen, dat een beetje hetzelfde weer is? Ja, het is natuurlijk een andere tijd. Ik en Fred, we gingen toen in 84 daar naartoe. Dus het voetballandschap is dusdanig ontwikkeld dat je dat niet met elkaar kunt vergelijken. Het is wel zo dat Twente de laatste jaren in de problemen zijn gekomen. Nou, die problemen zijn er nog steeds, ondanks het feit dat het financieel nu iets rustiger is geworden. Maar dat de academie op een niveau op dit moment is wat niet Twente waardig is. Daar gaat nog wel een aantal jaren overheen voordat we dat weer op het niveau hebben toen ik de eerste periode daar trainer was. In de academie. Dus dat gaat niet van de ene week op de andere week. Daar gaat jaren investeren in om. Dankjewel, Theo.